Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe verbouwaflevering. Hier ben ik weer. Jullie mogen weer naar prachtige beelden kijken. Ik weet niet wat er allemaal in deze aflevering gaat komen. Maar we zijn weer back met een nieuwe aflevering. Nou, ik hoop dat jullie er zin in hebben. En we gaan gewoon kijken naar een gloednieuwe aflevering. En dan zeg ik, vergeet niet alvast te abonneren, duimpje omhoog. Normaal zeg ik dat nooit eigenlijk. Waarom zeg ik dat nu ineens? Nou, ik zeg het nu gewoon. Doe dat duimpje alvast omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan gaan we nu naar de beelden van mijn kamer. Waarin we gaan verven. En daarna zien we wel allemaal. Doei! Mensen, ik ben weer thuis en jullie hebben een paar beelden gezien van Peter die wat dingen heeft gedaan. Hij heeft mijn kamer namelijk gewerkt op één muur na en hij heeft het gat dicht gemaakt. En die muur moet nog over worden. Kijk, hier zien jullie hoe het is dicht gemaakt. Dat is helemaal goed gekomen. En dan moet nog dicht verder af worden gemaakt. Ik zit trouwens echt te hijgen, want ik heb het gloeiend heet. En ik kom net de trap op gerend. Ja, ik ren altijd de trap op. Vraag me niet waarom. Ik ben altijd back af, maar ik ren er wel altijd op. Maar dat is hoe het er nu voor staat. Ik voel me dom. Ik druk de pauze op de uitknop. Maar dit is dus hoe het ervoor staat met mijn kamer. Die is alleen een beetje wit. Stel scherp. Ja, die is een beetje wit. En dat maakt niet uit. Ik kom me uit de vlag gewoon voor. Maar ja, dat is hoe het eruit ziet. En we gaan trouwens straks de vloer ophalen. En dan morgen komt de vloer erin. Tenminste, dan gaan we daar aan beginnen. Dus ik moet vanavond of morgen vroeg nog heel mijn kamer volledig leeg maken. Dat alles eruit is en op zolder staat. Nou mensen, hier ben ik weer. Ik heb mijn kamer helemaal leeg gemaakt. En we haalden toen straks de schilderij. Wow, die echo is echt niet normaal. Hoor dit, hoor je. De echo was al extreem. Maar nu heb ik ook mijn koffer en al eruit gehaald. Dit is echt niet normaal deze echo. Ja, ik ben even afgeleid. Maar ik heb zo goed als alles eruit gehaald. Alleen Rutger staat er nog. Nog een krukje met spullen erop. Ho, dat was de verkeerde kant op. Zo. Dat staat er nog. En nog hier. Mijn bed, een lamp, onderbroeken, sokken. En een koffer met kleren. En de verfspullen. Maar we zouden eigenlijk vanavond gaan verven. En we hopen eigenlijk dat dat nog doorgaat. Want we beseften ons ineens, ik had een canvas van mij en Marijn hangen. Daarvoor ging daar iets anders. En toen ik dat eraf haalde, is de muur beschadigd. En dat waren we vergeten. Dus we wouden straks gaan schilderen en toen haalden we het er vanaf. En toen zat hier ineens een gat, dus dat hebben we nu gemaakt. Ik ben trouwens echt buiten adem even voor duidelijkheid. Dan horen jullie waarschijnlijk wel van alles naar boven tillen en al. Maar dat hebben we dus gemaakt, maar de kans is dat dat niet op tijd droog is. Dus dan moet, als dat is, dan moeten we het morgen doen. En we hebben toen straks de laminaat opgehaald. Heb ik niet gefilmd. Ik weet niet waarom. Ja, weet ik eigenlijk niet waarom. Maar we gaan wel filmen als de laminaatvloer erin wordt gelegd. Dus ja, dat was wat ik wou zeggen. Dat heb ik gedaan vandaag. Nou, ik ben er weer. En Peter die gaat zo mijn kamer schilderen. En daar gaan jullie nu zo een timelapse van zien. Dus ik hoop dat jullie van genieten, ja. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Maar we gaan dus kijken naar een prachtige timelapse van de rest van de muren. Die muur en ik zal hem er even vanaf halen. Deze muur. Die is al gedaan, die muur is al gedaan. Alleen deze muur. Die moet nog. En daar gaat Peter nu mee beginnen zo. Dus die gaat het nu nog even afplakken. En dan gaat hij deze muur ook verven, want die moesten nog de gaten. Ja, dat zie je nu niet echt meer. Misschien dat je het zo nog ziet, omdat... Ja, ik denk dat je het niet meer ziet. Maar ik kan er wel een pijl bij zetten waar het ongeveer is. En als morgen de muur droog is, gaat Joost de ramen maar schoonmaken. Hier, heel die smerige rotzooi. Oh ja, er zit inderdaad veel rotzooi op.
Maar ik ga hem nu op mijn statief neerzetten. En dan ga ik een timelapse maken. Dus veel kijkplezier naar een timelapse. Mijn muur is klaar, hij is mooi wit, zie ik er. Ik ben er blij mee. En dan gaat morgen de laminaatvloer erin. Dus ik ben benieuwd nou, hoe het morgen uit gaat zien. Dus het is toch nog vandaag gelukt het verven. Ik hoop dat jullie de timelapse ook leuk vonden. Ook al is een timelapse niet dat je denkt van zo, dat is nou echt iets wat ik elke dag zou willen kijken. Maar voegt altijd wel iets toe, vind ik altijd. Alleen mijn kamer stinkt nu wel naar verf. Dus ik hoop dat die lucht er vanavond als ik ga slapen uit is. Maar het ziet er goed uit, dus dankjewel Peter. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Ik zie jullie volgende week donderdag bij een gloednieuwe aflevering. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. In de volgende aflevering gaan we onder andere mijn vloer leggen. En de rest, daar zien we wel. Ja! Yeah. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik tot volgende week donderdag.